wat ik helemaal niet heb verteld, is dat ik zo hard hou van die lichtheid van dat medium tekenen. Dat je gewoon vier nagels hebt, nodig hebt en een papier. En dat trok mij zo hard aan in het begin. En 20 jaar later merk ik van dat ik een tentoonstelling maak in Voorlinden waar dat 4 of 5 camions voor nodig zijn om alles daar te krijgen. En dat er niks meer over is van die lichtheid. Welkom in de Bali. Mijn naam is Marlijn Geurts. Ik ben programmamaker hier in de Bali. En ik zit hier naast de Vlaamse kunstenaar Rinus van der Velde. Geef hem een warm welkom. Dit gesprek is eigenlijk onderdeel van een reeks. Dat heet dus Beeldbepalers. En daarvoor hebben we allerlei grote Nederlandse kunstenaars gevraagd om zo'n avond met ons samen te stellen. En een aantal maanden geleden hebben we gevraagd of jij dat ook wilde doen. En dat wilde je. En een week later had je eigenlijk alle afleveringen teruggekeken. Ja. Is dat typisch voor jou? Ja, dat denk ik wel. Ik doe ook mijn research natuurlijk. Ik had wel al van de Bali gehoord en goede dingen gehoord, maar dan wil ik toch zien wat het er is. En ik vind jullie archief ongelooflijk fascinerend om terug te gaan kijken naar die andere kunstenaars die praten over hun werk. En dat is ook een grote inspiratiebron voor mij om andere kunstenaars aan het woord te zien en te zien hoe dat die over hun werk nadenken. En ik heb verschrikkelijk veel tijd tijdens tekenen. En ik moet dat opvullen met allemaal dingen. En mezelf input geven. Hè. Ik luister heel veel naar podcasts, maar ook naar luisterboeken. Maar ook dan bijvoorbeeld naar het archief van jullie, naar de Bali. En dat kan opstaan. Ik kijk films ook en tv. Eigenlijk luister ik heel veel. Zonder dan naar dat beeld te kijken, want ik ben naar die tekening aan het kijken. Maar ik vind het leuk om 2 dingen in 1 keer te doen. En geen tijd te verliezen eigenlijk. We hebben dus een aantal kunstenaars gehad. Dus onder andere Berend Strik, Ronald Ophuis, Marlène Dumas. Als je dan naar die mensen aan het luisteren bent die ook zo'n avond hebben gedaan, denk je dan, hoe plaats je jezelf dan ten opzichte van die kunstenaars? Ja, de kunstgeschiedenis is eigenlijk 1 groot verhaal, hè, waarin dat je probeert ook te positioneren en waarin dat je eigen plek probeert te vinden. Of die context is heel belangrijk. Je werkt niet in een soort vacuüm of in het luchtledigen eigenlijk. Dus je gaat altijd in interactie met andere kunstenaars. En in mijn specifiek geval, ik heb heel bewust gekozen voor dat medium tekenen, om daarmee te beginnen, omdat ik dat op een kunsthistorische manier heel interessant vond, omdat we altijd anders hebben gekeken naar de tekening als naar een schilderij. Hè. Een schilderij heeft een heel beladen geschiedenis. Hè. Die gaat zeker van waar dat ik kom, gaat die over Van Eyck, naar Rubens, naar Ensor, naar Magritte en naar Tuymans dan. Dat is een heel zware, beladen geschiedenis. En ik vond in die tekenkunst een soort lichtheid ook. En dat is bijvoorbeeld zo één aspect van hoe dat je kijkt naar de kunstgeschiedenis en daar je plaats binnen probeert te bepalen. En die lichtheid van die tekenkunst sprak mij enorm aan, omdat daar ook een soort narratief vermogen in zit en dat je een verhaal kunt vertellen. En dat was weer om een andere reden heel belangrijk voor mij, dat ik een verhaal wou vertellen, omdat ik eigenlijk naar kunst ben beginnen kijken zonder het te maken. Hè. Ik ben ooit naar een tentoonstelling geweest in Parijs en daar is voor de eerste keer, toen ik 17 was, eigenlijk een soort klik gekomen, dat ik dacht van hier gebeurt iets interessants. En toen heb ik die catalogus gekocht nadat ik de tentoonstelling verliet. En ik ben eigenlijk beginnen lezen over kunst. En het is dan narratieven en dat lezen over kunst dat ik nog altijd, denk ik, in mij meedraag. Hè. En zo kijk ik nog altijd naar kunst als een soort verhalend iets of zo. En daarom ben ik ook zo gefascineerd door die biografieën van kunstenaars of ook door kunstenaars die zelf aan het woord zijn. En daarbij komt dan nog eens dat ik probeer mezelf te verplaatsen dat ik andere kunstenaars ben in mijn werk. Hè. Dus wat ik eigenlijk doe, is ik maak een fictieve autobiografie en ik beeld mij in dat mijn alter ego eigenlijk een heel verschillend leven heeft geleid dan wat ik echt leid. En ik probeer verschillende soorten kunstenaarsstrategieën toe te passen in mijn werk of te verzinnen of mij in te beelden dat ik iemand anders ben. En zo kijk ik eigenlijk ook naar die interviews, denk ik van hoe zou ik op die vraag antwoorden? Of probeer ik een soort algemene deler van al die interviews te genereren en een soort algemeen deler kunstenaarschap te creëren of zo. Of na te denken van wat is dat kunstenaarschap en wat maakt die kunstenaar authentiek en wat is dat begrip authenticiteit. En dus
daarom inspireert me dat ook, denk ik, om zoveel naar die YouTube-video's te kijken. Ja. Jij zegt net van, ik ben echt met dat tekenen begonnen en niet met die hele grote schilderijen. Want is dat omdat dat misschien dan, dat je dat een te grote stap vond om mee te beginnen? Ik denk het wel en ik denk dat ik gefascineerd was, dus wat ik zei, door die lichtheid van die tekenkunst en die andere geschiedenis. Dat daar ook een hele grote vrijheid in zat. En ik denk, als je als jonge kunststudent van 18 tot je 22 of zo moet opboksen of je moet plaatsen binnen die traditie, moet een soort raar zelfbeeld hebben. Oftewel moet je een gigantisch ego hebben. Oftewel moet je naar een andere manier zoeken. En ik zag toch ook voorbeelden in de kunstgeschiedenis waarin dat interessante dingen gebeurden. Je hebt bijvoorbeeld de Caracci-familie, die maken, dat zijn renaissance-schilders, die maken ongelooflijk traditionele schilderijen, supergoed uitgewerkt of zo, maar die hebben ook een parallel oeuvre bijna, als tekenaars. En daarin doen die totaal andere dingen. Daarin maken die grapjes of rebussen of raadseltjes of zo. Hè. En daar zit een soort totale lichtheid in die mij aansprak. En van zodra ik dat begon te zien, dacht ik van, hier is die geschiedenis veel lichter, hè, en hier kan ik veel meer mijn eigen weg in zoeken. En daarbij kwam nog dat ik vond dat de tekening, Walter Benjamin heeft ooit gezegd van, de tekening is een horizontaal medium en het schilderij is een verticaal medium. Hè. We kijken eigenlijk naar een schilderij dat verticaal staat en wordt ook verticaal gemaakt. Als in een verouderde versie van de schilderkunst, als een soort venster op een andere realiteit. Terwijl hij zei van, de tekening ligt horizontaal, hè, en is meer een map en is meer een soort kaart of zo. Dus als je mij straks moet uitleggen waar mijn auto geparkeerd staat, kun je een plannetje tekenen en kun je zeggen, je moet die straat uitrijden. En dat is eigenlijk ook de basis van dat tekenen. En eigenlijk dacht ik ook helemaal in het begin van, dat is wat ik wil doen. Ik wil een soort parallel universum maken. Hè. En dat heeft veel te maken met een kaart of met een gebied te ontwerpen of zo. En ook dat ontwerpen van die tekening, daarin is dat medium tekenen ook heel belangrijk. Bijvoorbeeld als dat glas hier, hè, als dat ontworpen wordt, wordt daar eerst een tekening van gemaakt. Hè. Niemand gaat daar een schilderij van maken, maar wel een tekening. Dus daar zit ook een soort, heel onze wereld is gedesigned of ontworpen aan de hand van tekeningen. Dat is eigenlijk de basis van alles. En dan nog een laatste ding, denk ik, wat dat mij fascineerde aan die tekening, was dat een heel democratisch medium is. Hè. Dus dat iedereen in de zaal heeft getekend, ongetwijfeld, als kind. Maar ik denk niet dat iedereen geschilderd heeft. Dus ook op die manier voel ik me daar als jonge gast heel hard toe aangetrokken. En dus al die dingen samen, dacht ik bij mezelf van, oké, ik ga een tekenaar worden. Of daar voel ik mij vrij in en daar kan ik in doen wat ik wil doen. Ja. En voor de mensen die dan naar de expositie zijn geweest, daar zijn tekeningen te zien, maar heel breed. Dus je bent beroemd geworden om hele grote houtskooltekeningen. Maar in de expositie zijn ook sculpturen te zien. Er zijn decors die je gemaakt hebt. Er zijn kleine pastelkrijttekeningen. Er is van alles te zien. Voelt dat voor jou allemaal nog als dat begint bij een tekening? Of dat tekenen verbindt het met elkaar? Ja, dat tekenen is echt de kern van mijn werk. En daar rond cirkelen allemaal andere dingen. En ik ben ooit begonnen, dan nu ondertussen al 20 jaar geleden, echt met het idee van, ik ga dat medium tekenen verdiepen en ik ga dat zo dicht mogelijk tegen de schilderkunst aanbrengen, maar dat het toch nog altijd een tekening blijft. En ik had toen zo het idee van, Hoe doe je dat dan? Hoe breng je het zo dicht mogelijk tegen tekenkunst aan, of tegen schilderkunst aan, maar dat het nog steeds dat vrije van dat tekenen houdt? Bijvoorbeeld door een groot formaat te maken of zo. Hè. Dus ja, wat ik daar juist niet heb verteld en wat ook belangrijk is dat medium tekenen altijd als een soort marginaal medium beschouwd werd. Hè. Tegenover die schilderkunst. Het wordt altijd bekeken als de schets of zo, of het voorbereidend werk. Zeker 20 jaar geleden toen ik begon, ik denk dat er nu al heel veel veranderd is, maar er waren weinig kunstenaars die tekening als autonoom medium beschouwden. En dat was zo'n soort ding dat ik voor mezelf had bedacht van, ik wil dat medium tekenen als autonome medium behandelen en dat tegenover die schilderkunst zetten en daar zo dicht mogelijk tegenaan leunen. En één van die strategieën is bijvoorbeeld je formaat op te blazen. Een andere strategie is dat ik op doek ben beginnen tekenen, hè, en dat doek ben beginnen prepareren met een soort kalkgronderinglaag, waardoor dat als je binnenkomt,
Je ziet niet direct dat dat houtskool op doek is. Die lijnen brokkelen niet meer. Dat is een heel technisch ding, maar die lijnen... Ik wrijf eigenlijk die houtskool in die plaasterlaag, waardoor dat je een soort fresco-achtige techniek krijgt, die dat dichter tegen de schilderkunst aanleunt, maar voor mij nog altijd een tekening is, omdat die gemaakt is met dat basismateriaal van die houtskool. En 20 jaar geleden dacht ik echt van, ik ga me meester worden in één klein deelaspect, die houtskooltekening. En ik vond dat een mooi idee. Ik dacht, dat is mooi om je zo te verdiepen in iets, een leven lang. Maar het leven loopt anders natuurlijk. En ineens is er nu een tentoonstelling in Voorlinden met al die sculpturen en zijn keramische asbakken, maar ook kleurtekeningen en grote installaties en een film en zo. Dus zo'n dingen kun je ook niet op voorhand bedenken allemaal of zo. Ja. Toen je op de academie zat en met dat tekenen begon, hoe werd er toen eigenlijk naar gekeken? Ja, ik heb beeldhouwen gestudeerd, dus dat was sowieso raar. Dat ik daar dan mee stopte in het tweede jaar en dan uitsluitend begon te tekenen. Maar ja, ik denk dat ik het geluk heb gehad om heel vrije docenten te hebben of zo. En die ook niet heel veel van de kunstgeschiedenis wisten. Dus die eigenlijk ook maar dachten, ja, laat die maar doen of zo. En dat is ook, ja, zijn ook allemaal achteraf bespiegelingen van mezelf of zo. Dat is ook niet dat ik dat toen zo heel duidelijk voor ogen had. Eigenlijk ben ik ook altijd, omdat dat werk zo dicht aanleunt tegen de schilderkunst, een hele grote droom van mij en een ultieme droom van mij is natuurlijk om schilder te zijn. Maar dat is zoals veel in mijn werk, hè, dat is het soort ultieme doel, hè, maar dat nooit bereikt wordt of zo. Dus zeker in die beginjaren, als ik studeerde, dacht ik nog wel van ik ga schilder worden. En nu, vandaag de dag nog altijd, kom ik in van die tekenwinkels en koop ik die helemaal leeg. En dan vooral in de schildersafdeling. En heel mijn atelier, ja, dat ligt vol olieverf en alle soorten verf waar eigenlijk nooit iets mee gedaan wordt. Puur en alleen. Ga je ook niet proberen en dat je het niet exposeert? Ja, ik probeer dat 1 keer per maand dan. Maar ik merk direct van dat het verschrikkelijk is en dat ik geen schilder ben. En dat die tekening zo hard bij mij hoort. Maar ja, daar zullen we het misschien later nog wel over hebben. Dat heb ik bijna met alles in het leven. Dat er zo'n soort verlangen is om iets te zijn. Hè? En dat ik geleerd heb om dat nooit echt aan te raken, maar om dat een verlangen te laten. En eigenlijk is die verf kopen of mij inbeelden dat ik een schilder ben, is eigenlijk veel mooier dan zelf te schilderen. Want ik word direct gek van die penselen en dan die penselen uitwassen. En daar, ja... veel gedoe. Ja, ik moet altijd dan aan Duchamp denken, die zei, bij het comment painter, hè, ja, een beetje, dat heeft ook zoiets onnozel of zo. Ik heb superveel respect voor de schilderkunst, maar van zodra dat ik dat begin te doen, denk ik van, oh my god, dan voel ik me een kleuter die verfjes aan het mengen is en dan zijn borstels moet gaan uitwassen. En dat heb ik gelukkig niet met die tekening. Nee. We zien hier ook wat foto's achter van hoe jij te werk gaat, maar... jij hebt gezegd, mijn werk begint altijd bij een beeld. Ja. Is dat dan een beeld van iemand anders? Of een foto of een krantknipsel? Of een... Zo begon het in het begin, 20 jaar geleden, altijd met beelden van andere personen. Hè. Dus ik knipte beelden uit magazines en ik probeerde mij in te beelden dat ik die personages was op die foto's. En wanneer was een beeld dan interessant? Want je kunt natuurlijk duizenden beelden verzamelen. Wanneer had je dan een beeld dat je dacht... Hier zit een werk in. Dat is de goede vraag en dat is de hamvraag. En ik denk als daar een soort narratief potentieel in zat of zo, dat daar iets gebeurde waarbij dat je een verhaal kon vertellen. En ook dan een foto niet te iconisch is geworden. Hè. Dus bijvoorbeeld, ik kon geen Che Guevara tekenen of zo en mij inbeelden dat ik die was omdat die te bekend is. En dan kun je die strategie niet meer toepassen. En soms mislukte dat ook helemaal. Hè. Dan maakte ik een tentoonstelling en dan een van die tekeningen bleek dan Paul Newman te zijn. En ik wist niet wie Paul Newman was. Dat is een soort gat in mijn cultureel verstand. En iedereen komt binnen in de tentoonstelling en zegt, ah, Paul Newman hier. Dus dan werkte die strategie natuurlijk niet. Ik probeerde die beelden te verzamelen, hè, waarin dat er zo'n soort openheid zat en daarmee een verhaal te maken. Maar dan op den duur is dat geleidelijk aan veranderd, omdat ik het moeilijk vond, omdat het een fictieve autobiografie is en mijn alter ego eigenlijk het soort hoofdpersonage is,
wou ik eigenlijk dat dat hoofdpersonage ook echt op mij leek. Hè? En dat ik mezelf kon tekenen als personage. Niet als zelfportret, maar als personage. En dan ben ik eigenlijk foto's beginnen anceneren in mijn atelier om die dan te tekenen. En dat kwam omdat ik toen een documentaire had gezien over Bobby Fischer, die sterk op mij leek, puur fysiek. En ik dacht, als ik nu in plaats van die foto's te nemen en die als inspiratie te nemen om een tekening te maken, wat zou er gebeuren als ik nu dat decor zou nabouwen in mijn atelier? En dan kan ik ook echt doen alsof ik zo'n schaakgrootmeester ben. En zo ben ik eigenlijk die decors beginnen bouwen. En die zijn dan weer altijd groter en groter en groter geworden. En dat kun je dan nu zien in het museum in Voorlinden, hoe dat die... Maar dat is eigenlijk een korte geschiedenis doorheen mijn werk. Ja, maar dat is eigenlijk... enorm veel werk, dat je dus van iets helemaal een 3D-decor maakt, ja. En dat terug weer brengt in een 2D-beeld eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk, ik zeg altijd zoals een traditionele schilder weer, honderden schetsen maakt, voordat hij aan het vlot van de Meduse zou beginnen of zo. Hè. Bouw ik eigenlijk een heel decor, hè. Dat zou dan een vlot zijn in het midden van de zee of zo. En dat komt ook voort uit een soort... onkunde van niet uit mijn hoofd te kunnen tekenen. Ik denk dat er twee tekenaars zijn. Tekenaars die vanuit hun geheugen iets kunnen tekenen en tekenaars die dat niet kunnen. Ik ben jammer genoeg van dat tweede soort. En mijn werk wil er ook realistisch uitzien of documentair uitzien, omdat ik vind dat je moet kunnen geloven in die wereld, in die parallele wereld. En er zijn maar heel weinig mensen, ik denk dat bijna niemand dat kan, om op een heel realistisch overtuigende manier vanuit hun geheugen iets te tekenen. Dus ik moet wel een soort object maken om dat voor mij te zien, om dat dan te kunnen tekenen. En daarin zit ook natuurlijk heel veel van het creatieproces. Die tekenen is maar een soort allerlaatste stap. Luc Tuymans beschrijft zijn praktijk altijd als een soort chirurgische praktijk, hè, een soort executie bijna van het werk maken. Hè. Dus wat hij doet is heel lang nadenken, heel veel researchen over welk beeld dat ik ga schilderen. En dan, eens dat hij in het atelier is, maakt hij in een heel korte sessie dat werk. Bij mij is het iets anders. Hè. Dat tekenen zelf is iets heel, heeft iets te maken met een executie. Hè. En daar worden geen beslissingen meer genomen of helemaal niet zoveel. Maar het is vooral in het maken van dat decor. Hè, en in, dat daar heel veel keuzes in gemaakt worden. Hè. Dus dat begint bijvoorbeeld hier achter ons met gewoon met een idee van ja, ik wil een tekening van een boot die overspoeld wordt door de golf en ik zit daarop het dek te schrobben. Zo'n klein idee is dat. En ondertussen, omdat je maanden en maanden daaraan bezig bent om dat te maken... Heb je daar heb je een team bij, toch? Die dat meehelpt? Daar heb ik een team bij, met mensen die mij helpen. Dit is één lid van het team. En dat klein manneken is nog geen lid van het team. Misschien ooit wel, maar... en zij bouwen. En dat is ook een soort verrassing of zo. Dat zij daaraan meebouwen. En dat vind ik ook een ongelooflijk aspect eigenlijk van het werken in team of zo. Dat je verrast kunt worden door... Dus ik zeg bijvoorbeeld tegen Maarten en Joey van ik wil een trein. Hè. En dan beginnen zij te bouwen en 6 maanden later staat daar ook een trein die mij verrast of zo. Dat verrassingselement doet mij terugdenken aan hoe dat ik vroeger beelddatabanken afschuimde of magazines doorbladerde om dan die foto te vinden en verrast te worden door zo'n beeld. En daar ook mee verder te kunnen of daar een verhaal mee te kunnen verzinnen of zo. Ja, en dan zit er nog een element aan waar we het nog helemaal niet over gehad hebben. Maar er zit natuurlijk heel veel tekst onder je werk. Wanneer komt die tekst in dit hele proces erbij? Die tekst komt altijd helemaal op het einde. Hè. Dus ik begin met de tekening en dan denk ik eigenlijk na uren aan een stuk na van welke plaats heeft die tekening binnen dat grotere geheel, binnen de grotere structuur van dat verhaal, van die fictieve autobiografie. En dan, dat is altijd helemaal op het einde. En als die tekening klaar is, ben ik... meestal ook bijna tegelijkertijd klaar met de tekst. En weet ik van, ah ja, die moet erop komen. En dat is een soort van finishing touch of zo. En die kunnen ook bijna niet die tekeningen zonder die tekst voor mij. Ik heb het een paar keer geprobeerd, tentoonstellingen te maken met tekeningen zonder tekst. Maar dan lijkt het alsof die beelden ja, in een soort... in het niks zweven of zo. En die hebben geen specifieke plaats. Hè. En dan gaat het niet over de toeschouwer die komt bekijken en die een legende nodig heeft of zo. Maar dan gaat het ook puur voor mij, dat ik weet van dit beeld is heel specifiek
gaat daarover of zo. Dus elk beeld heeft daardoor een heel specifieke plaats. En in tekst kun je ook gewoon helemaal andere dingen doen die je met een beeld niet kunt doen. Ja. En die samenwerking vind ik interessant. Ja. En zoek je dan ook naar af en toe naar frictie tussen het beeld en de tekst? Of is dat echt dat plaatsen van een context geven van dat beeld? Voor jezelf dan? Meestal. Eigenlijk zijn ze begonnen als een soort titels. Hè, waren het korte teksten en dan werden die, en nu zijn het bijna veel te lange titels of zo. En ik heb ooit eens een tentoonstelling gemaakt in Malaga in het museum. En daar had ik dan beslist van oké, ik doe ze niet meer op de tekening zelf. Maar dan kreeg je van die heel lange titelbordjes die niemand las. Hè. Dus niemand gaat al naar die titelbordjes. En dan, als je dan zo'n lab tekst ziet, denk ik dat veel... Dus ik wou dat ze er ook wel fysiek op stonden en dat ze er onlosmakelijk mee verbonden waren. Maar ik beschouw mezelf niet als een schrijver en ik denk daar ook niet over na als een soort... hier moet frictie zijn of niet. Voor mij gaat het meer over dit beeld gaat daarover of zo. Of zo plaats ik dat daarin. Of. En het viel me eigenlijk op dat bij die hele grote zwarte houseskool tekeningen, dat als je het beeld goed wil zien, dat je eigenlijk best wel een afstand tot het beeld moet nemen. Maar als je de teksten wil lezen, moet je heel dicht bij het beeld gaan staan. Ja, dat vind ik interessant aan die grote tekeningen, inderdaad. Je beschrijft het exact. Dat die nooit in één blik te vangen zijn of zo. En dat refereert voor mij terug naar de manier waarop ik die maak in het atelier ook. Door naar voren te komen en te tekenen. Hè, en dan altijd een paar stapjes achteruit te doen om te kijken, wat heb ik nu gedaan? Hè. Dus dat is een rare ervaring eigenlijk. Die dat je hebt als tekenaar of schilder, dat je zit heel dicht bij je werk en eigenlijk zie je niet wat dat gaat doen. Je zit in een soort pure abstractie. Hè. En het is maar naar achter te lopen dat die abstractie een soort vorm krijgt en een betekenis krijgt en een beeld wordt of zo. En ik denk dat daar ook een groot plezier in zit. En een plezier dat dan nu al 20 jaar bij mij is of zo, door een beeld te zien verschijnen of zo. Dat heeft bijna iets magisch, dat je met een paar vlekken en 3 stappen achteruit, dat je daar iets mee kunt creëren, dat een betekenis krijgt of zo. Ja. Ja. En met al die fictieve werelden die je voorstelt, liggen daar eigenlijk grenzen voor jou? Zover kan ik gaan in mijn fantasie? Ja, zeker. Die moet verbonden zijn met de realiteit. En dat is misschien ook een deel antwoord op uw vorige vraag. Dat zo kruipt de realiteit ook wel binnen en zit er ook wel iets maatschappelijk in, denk ik. Het is wel geënt op een bestaande wereld of zo, dat parallel universum. Het is niet een soort Tolkien-achtige fantasywereld waarin dat elfen rondlopen en gruwelijke monsters en zo. Daarin begrens ik... mijn wereld. Ik wil dat die ergens geloofwaardig is, zonder dat ik iemand op het verkeerde been wil zetten of u echt wil laten geloven dat ik op die boot heb gezeten of zo. Dat is heel duidelijk aanwezig, ook in de tekening zelf. Maar er moet wel een soort realiteitswaarde aan zitten. Daarom werk ik ook zo graag met die biografie. Ik heb bijvoorbeeld zo'n heel grote reeks gemaakt over Majakovski, die Russische dichter. En die is geënt op die biografie van Majakovski, hè, die dat soort realiteit in zich heeft. Hè. En ik schrijf me eigenlijk daarin in of zo, in die biografie. Ik probeer daar een soort openheid te vinden. Of zoals Bobby Fischer ook, heel dat verhaal over Bobby Fischer. Bobby Fischer heeft een nacht in een hotel doorgebracht in IJsland tijdens een wereldbekermatch tegen Spassky. En hij is niet komen opdagen de volgende dag. En er zijn heel veel geruchten over wat er in die kamer is gebeurd. Hè. En dat gat in die biografie of zo probeer ik dan op te vullen. Die probeer ik dan vroeger op te vullen door effectief naar daar te gaan. Hè, het vliegtuig te pakken, naar daar te reizen. Proberen in dat bed te slapen en dan iets te voelen. Maar net zoals Rob in zijn tekst ook toonde, van... daar valt weinig te beleven in die Grand Canyon. Viel daar ook weinig te beleven in dat bed in IJsland. En ben ik teruggevlogen. En heb ik gedacht, van vanaf nu ga ik het verzinnen. We hebben die capaciteit gekregen als mens, denk ik. En ik denk dat we die ook moeten gebruiken om te dagdromen en onze fantasie te gebruiken. En om zoiets te weten te komen over de realiteit. In plaats van effectief altijd iets te willen beleven of zo. Ja. Wat zijn dan de mensen of de werelden waar je interesse hebt om je in te verdiepen? Want dat zijn best veel beroemde figuren. Het zijn best wel heroïsche misschien inderdaad situaties. Is dat een soort terugkerend kenmerk? Of kun je in alles
Nee, ik kan me niet in alles, maar ja, het gaat wel heel breed. Hè, want nu lijkt het ook wel alsof ik me altijd verplaats in kunstenaars of zo, maar soms zit het ook in andere regionen of zo, of in andere disciplines. Ja, ik weet niet zo goed, er is niet zo goed een formule of zo, dat ik weet van, het moet aan dit en dit en dit voldoen. En ik merk bijvoorbeeld dat ze bijvoorbeeld zo'n film af is. Hè. Aan die films werken we heel lang en dan moet ik een idee bedenken voor een nieuwe film. Dat vind ik altijd heel moeilijk en dan zit ik in boekenwinkels rond te zoeken, angstvallig, ja, op zoek, bijna angstig naar inspiratie en probeer ik alle achterflappen van boeken te lezen en niks voldoe eigenlijk aan die formule. Ik denk dat ik tot besef moet komen dat er niet zo'n formule is en dat dingen zich ook wel aandienen en dat het ook is door er gewoon aan te beginnen, dat dingen zich aandienen. Dus ja, ik heb nog nooit een goed idee gehad in de zetel of zo. Maar toch vaak door gewoon te tekenen en naar iets te luisteren en plots ineens overvalt het u of zo. Het voelt soms wel een beetje als een avontuurlijke jongensdroom of zo, waar je een beetje naar op zoek bent in al die personages. Ja. Er zit zoiets heldhaftig in, maar er zit evengoed iets heel anti-heldachtig in. En er zit ook heel veel outsiders in. Zo het idee van iemand die zich terugtrekt en naar zichzelf op zoek is of zo, naar een soort authenticiteit op zoek is, omdat dat begrip zo belangrijk is in mijn werk en zo wankel is ook de hele tijd. Omdat er niet echt een authentieke positie wordt ingenomen, hè, omdat die de hele tijd verschilt. Maar aan de andere kant, dat werk er wel authentiek uitzien of heel herkenbaar is op een bepaalde manier. En ook omdat dat weer zo'n doel is, die zoektocht naar authenticiteit, dat doel dan nooit bereikt kan worden. Hè. En dat die authenticiteit ook een soort fictie is. Hè. Dus ik merk dat ik daar ook vaak mee bezig ben met die outsider-achtige figuren. En het liefst van al zou ik zelf een outsider geweest zijn. En dat is weer wat ik helemaal in het begin van de avond zei. Het liefst van al zou ik een schilder geweest zijn, maar dat is het doel dat nooit bereikt wordt. Natuurlijk kan ik nooit die outsider zijn. Hè. Eigenlijk zou ik dat liefst van al willen zijn, omdat dat ongelooflijke, authentieke, dat is binnen de beeldende kunst, denk ik, de meest authentieke uiting is in die outsider-kunst. Maar van zodra dat je het begrip outsider kent, kun je al geen outsider meer zijn, natuurlijk. Dus ik heb de pech dat ik dat begrip ken en ik zal dat nooit kunnen zijn, maar ik kan me wel inbeelden of zo, hoe dat het zou zijn als outsider. Waar ben je eigenlijk nu mee aan het werk? Wat is je volgende project? Wat ik helemaal niet heb verteld, is dat ik zo hard hou van die lichtheid van dat medium tekenen. Dat je gewoon vier nagels nodig hebt en een papier. En dat trok mij zo hard aan in het begin, dat ik gewoon mijn tekeningen kon oprollen en die onder de zetel kon schuiven of die kon opsturen naar overal ter wereld in een soort superlicht ding. En 20 jaar later merk ik van dat ik een tentoonstelling maak in Voorlinden waar dat 4 of 5 camions voor nodig zijn om alles daar te krijgen en dat er niks meer over is van die lichtheid. En ik ben nu aan het nadenken van hoe kan ik dat terug licht krijgen of zo misschien. Ja, en dat ik geen hangaars nodig heb, vol met stockage. En, ja. Maar gewoon weer je rugtas mee kan nemen met je spulletjes. Voilà, ja, zoiets misschien. Ja. Ik denk dat we meer afsluiten, maar er is een café en misschien als u nog vragen heeft, wil die vast nog wel even blijven, maar hij moet ook nog terug naar België. Ja, dus ik ga ook heel snel naar het toilet ook. Niet te lang. Heel erg bedankt. Ik wil nog een heel groot applaus voor Rienus van der Velde, Karel Werks en Rob van Essen. Dank je wel.